I got you stuck off the realness. Yeah. Mijn naam is Judith de Leeuw. Mensen kennen me als JDL. Ik kom uit Amsterdam. Ik ben een geboren, getogen Amsterdammer. Ik maak muurschilderingen. Hele grote muurschilderingen meestal. Het is voor mij echt het grootste gedeelte van mijn persoonlijkheid. Ik heb altijd wel een beetje het gevoel gehad dat er iets miste. En toen ik street art vond, of muralisme, toen voelde ik me eigenlijk gelijk wel compleet. En ik heb ook wel vaker gezegd dat mijn werk iets is waar ik ook wel dood voor zou gaan. Heel heftig, ja. Maar ja, mensen vinden me ook wel een beetje heftig. Ik ben eigenlijk ook wel een beetje heftig. Ik ben gewoon heel veel van alles. Ja, maar dat uit ik dus ook met mijn kunst. Nou, toen ik jong was, toen maakte ik altijd tekeningen. Best wel expressieve tekeningen. En dat was een beetje als mijn dagboek. Hoe mensen het van zich afschrijven, tekende ik dat van me af. En het is nu natuurlijk een stuk volwassener en serieuzer geworden allemaal. Dat het ook echt mijn baan is. Ik ben ook echt een hele lange tijd echt heel erg slecht geweest. Dat ging echt niet van de een op de andere dag van... nu bak ik er ineens iets van en nu kan ik mijn baan ervan maken. Dat heeft echt een hele lange tijd geduurd. Maar ja, toen heel erg hard geoefend en geoefend en geoefend en geoefend. Ik heb periodes gehad dat ik niet meer kon ademen. Omdat ik zoveel dampen had in mijn keel, door die spuitbussen, dat mijn lichaam overmatig slijm ging aanmaken. En daardoor was er zoveel slijm in mijn keel op een gegeven moment dat ik niet meer kon ademen. Dat kwam doordat ik de hele dag en nacht lang zat te oefenen. Ook gewoon binnen, in mijn kamertje waar ik toen woonde. Ik had één kamertje en dat was een soort van atelier met een bed erin. De muren die zaten onder de verf. Ik had overal canvassen, op de grond stond verf. Overal spuitbussen, meer spuitbussen dan kleding. Het was een soort van obsessie, denk ik. Maar het was ook... iets waaraan ik me zo erg hard vastklamde. Zoals ik eerder zei, van zonder dat ben ik niks. Dus ik moet dat laten werken en anders heeft het voor mij geen zin. Vooral de periode 2016 tot en met 2019 kijk ik naar terug van... What the fuck is hier gebeurd? Als ik kijk naar wat ik nu doe en wie ik in 2016 was... dan zie je zo'n groot verschil. En in 3 jaar ben ik van dat kleine muurtje gegroeid naar die grote muren op internationaal gebied. Nou, meestal als ik een idee heb, dan komt eigenlijk eerst een gedachte of een gevoel, maar ik denk in beeld. Dus meestal komt eerst het beeld en dan realiseer ik me eigenlijk pas wat ik daarmee wil zeggen of waarom ik dat zie. Ik had bijvoorbeeld dat werk Alone Together in Griekenland. Dat was gecreëerd uit liefdesverdriet eigenlijk. Maar ik ben dan niet zo simpel dat... Ik neem niet voor de hand liggende dingen zoals... Oh, ik ben verdrietig, dus ik schilder een huilend persoon. Weet je wel? Ik reflecteer naar... Oké, wat is er nou net gebeurd? Wat heb ik nou in die 1,5 jaar meegemaakt? Hoe gingen we met elkaar om? Hoe zie ik dat bij andere mensen? Hoe zie ik dat bij mijn beste vrienden of vreemden die ik leer kennen op straat? En daaruit creëer ik dan een beeld. Als ik mijn idee heb, dan ga ik de studio in. Dan selecteer ik eerst een model, kleding, producten. Schiet ik mijn foto's, schiet ik een stuk of 500, 600. En uit die 600 dan komen er meestal een stuk of 5 of 6... waarvan ik echt zeg, dat zijn de mooiste.
En uit die zes dan springt er toch wel altijd eentje uit waarvan ik zeg van dit wordt hem gewoon. En die komt dan op de muur. Nee, het is wel eerst nog bewerken, ontwerpen, zeg maar. Dat is een beetje, kan je een beetje vergelijken met grafisch design of zo. Je krijgt dan die foto als input. En moet je daar weer op verder zien teteren van oké, hoe ga ik dat op de muur plaatsen? Posities een beetje veranderen, licht veranderen. Ja, ik kan soms wel een week lang doorgaan met ontwerpen. Ik hoop dat mensen zich erin kunnen vinden en herkennen. En ik merk wel dat dat wel vaak lukt. En ook al is dat maar een hele kleine, selecte groep, voor mij betekent dat al heel erg veel. Ik heb dan mijn geluksmoment. Hey, we voelen nog iets met z'n allen. Ook al heb ik mijn dagelijkse routine, ook al ga ik naar mijn werk, ook al is elke dag dezelfde sleur, ook al zijn de wolken grijs, alsnog word ik er toch wel even aan herinnerd dat mensen gevoel hebben en dat we gevoelens mensen zijn. En dat er dingen zijn op straat die wat met me kunnen doen.